Morgen gaat het EK beginnen. In de EK-flits zetten we alle opmerkelijke voetbalzaken op een rij. Zo ben je in een flits op de hoogte. We beginnen met de Engelse international Phil Foden. Dat voetballers er goed geknipt bij willen lopen is geen geheim. Maar Foden die heeft nu een serieus EK-kapsel. In de Engelse pers vinden ze het wel wat weg hebben van Eminem. Maar ze vergelijken hem ook met de Engelse voetballegende Paul Gascoigne, die als bijnaam Gaza had. Maar volgens Foden is het gewoon toeval. Phil, first of all, the question that everyone's asked me to ask you is what's going on with the hair? Who was the inspiration? Was it Gaza or Eminem? Nou, first of all, obviously I've had like the same haircut for what seems ages now. So I thought I'd just try something new. And then I woke up this morning with a lot of comparisons to Gaza and Eminem. So yeah, it was my own thing and people turned it into something else. Dat Nathan Ake sportieve talenten heeft is geen discussie over. Maar wist je dat de verdediger van Man City ook muzikaal goed is onderlegd? Ook Stefan de Vrij blijkt zeer muzikaal, want als Ake hem uitdaagt ook een stukje te spelen, pakt hij zijn kans. En ook Memphis Depay is met andere dingen bezig dan voetbal. Zo is te zien hoe hij een lading met koptelefoons uitpakt. Op de verpakking staan de woorden Dream, Believe, Achieve. Laten we hopen dat dit bijdraagt aan een mooi EK. Cody Gakpo bedankt hem nog even voor het cadeautje. Oud-trainer en analist Aten Mos is helemaal klaar voor het EK. Gekleed in een retro 88 tenue legt hij uit dat hij in ieder geval alle vertrouwen in heeft. Ja, het gaat natuurlijk nu echt beginnen. Aanstaande zondag de openingswedstrijd van het Nederlands elftal in de arena. Nederland tegen Oekraïne. Het wordt geen makkelijke klus. Ondanks het feit dat iedereen eigenlijk al in oranje stemming is. De eerste wedstrijd is altijd lastig. Maar ik heb heel veel vertrouwen in Depay. En Depay gaat toch wel de man het man of the match worden. En die gaat er wel 2-1 jassen, daar ben ik van overtuigd. En als het wat tegen zit, hebben we altijd nog één dingetje. Dat is het broekje. En, maar geloof me, de drie puntjes zitten in het zakkie. En dat was hem voor vandaag. Kijk morgen weer naar een nieuwe EK-flits. Tot dan. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw. Abonneer op het kanaal van de Telegraaf. En we maken nog veel meer op de website van de Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Daar. En dan komt het helemaal goed. Hoi.